De afgelopen tijd hebben we verschillende voorbeelden gezien van mensen die een steun zijn voor een mantelzorger. Vandaag is het grote moment daar en worden de meest aansprekende voorbeelden beloond met een Mantelzorg Award. De juryprijzen worden uitgereikt door Gerda Havertong. De winnaar voor de Mantelzorg Award 2016, Jorrit Hof. Van harte gefeliciteerd. In een ziekenhuisomgeving is goed contact met familie lang nog niet altijd vanzelfsprekend. De jury is daarom onder de indruk van de bijzondere wijze waarop deze neuroloog contacten legt en onderhoudt met familie. De jury ziet dan ook in Jorrit Hof een groot en fantastisch goed voorbeeld voor al zijn collega-professionals. Parkinson heb je niet in je eentje als patiënt, maar dat raakt de partner, dat raakt de hele familie. En de zorg voor Parkinson, dat is ook niet iets wat een neurologisch eentje doet. Dat is iets wat we met een heel team doen van zorgverleners. Naast de juryprijzen worden er ook publieksprijzen uitgereikt. Deze worden uitgereikt door staatssecretaris Martin van Rijn. Als winnaar van de Mantelzorg Award 2016 de bedenkers van de WhatsApp-groep Pieters Jas. Het Nederlandse publiek was ook zeer gecharmeerd van deze burenhulp. Op een eenvoudige maar prachtige manier naar elkaar omzien. Het past in de samenleving die we met z'n allen willen zijn. De buurvrouwen maken zichtbaar hoe een kleine moeite voor een ander zo ontzettend waardevol kan zijn. Voor het Nederlandse publiek een terechte winnaar. Gefeliciteerd. De eerste editie van de Mantelzorg Awards was een groot succes.